Bonjour, bienvenue. Het concept van Le Petit Chef is eigenlijk ontstaan door eerst door een vraag van een klant die voor een bepaald event een tafelmapping wou. Natuurlijk, tafelmappings zijn al vaker gebeurd en dat waren meestal grafische dingen. En wij vonden het heel interessant om dan iets te doen, een kleine figuur die op tafel eigenlijk uw eten klaarmaakt. Ja, we hebben natuurlijk eerst een hoofdgerecht gemaakt, dus we hebben ons daarop gefocust. Daarna kwamen we op het idee van ja, het zou interessant zijn om eigenlijk ook een voorgerecht te hebben of naast een vleesgerecht ook een visgerecht. En dan hebben we een tweede story bedacht, dat was dan de bouillabaisse, om eigenlijk een vissoep als voorgerecht te hebben. Uiteraard begonnen we dan al te dromen, ook van een nagerecht. En uiteindelijk hebben we nu drie versies gemaakt, dus een voorgerecht, hoofdgerecht en een dessert. We hebben gekozen voor Panasonic projectoren omdat die in het algemeen is dat een merk dat heel hoog aangeschreven staat, ten eerste. En ten tweede ook omdat het projectoren waren die in dat gamma beschikbaar waren, die de specificaties ook omdat die een bepaalde resolutie hadden dat wij nodig hadden. In deze project is het eigenlijk heel belangrijk ook van een hoge resolutie te hebben, omdat je met miniatuur elementen ziet. En als toeschouwer zit je eigenlijk ook vlak op het beeldscherm, zeg maar. Normaal gezien heb je altijd wel een afstand als toeschouwer, maar hier zit je er echt met je neus boven. Dus we hebben gemerkt dat het heel belangrijk is om een hoge resolutie te hebben, anders zie je veel te veel pixels en wordt de animatie ook moeilijker leesbaar. En wij verkiezen natuurlijk dat het heel scherp is en dat je niet te veel pixels ziet. We beginnen natuurlijk altijd met een soort van brainstorm. En dan proberen we een soort van kleine story te noteren eigenlijk. En dan, ja, uiteraard doen we dan ook een test en dan komt het eigenlijk dat we dan een soort van animatic maken, waarbij we dan heel goed de timing kunnen zien en ook goed kunnen zien welke beweging eigenlijk onze petit chef moet maken. En dan zijn we eigenlijk toe aan de motion capture, om dus eigenlijk de bewegingen op te nemen. Die proberen we dan zo goed mogelijk achter elkaar te zetten. En dan, zodanig dat we echt de timing hebben, hoe de petit chef, hoe alles gaat verlopen. En dan werken we natuurlijk verder af, doen we meer aan de texturen en aan de belichting. En tussendoor worden natuurlijk ook wel bepaalde objecten gemodeld. Bijvoorbeeld in de bouillabaisse was dat dan een krabbenpoot, of in de barbecue-versie was dat dan de broccoli, die dan eigenlijk een boom is. Hij zaagt eigenlijk de broccoli om. Die moest dan pas gemaakt worden eigenlijk op het ogenblik dat dan de motion capture eigenlijk gedaan was. Ja. Het 3D-effect dat je te zien krijgt in het filmpje. Veel mensen denken dat het een soort van hologram is of een soort van 3D-projectie. Maar het is eigenlijk gewoon een simpele projectie, maar het is een bepaald optische illusie dat we daarop toepassen, waardoor dat je, als je het vanuit de foute point of view bekijkt, eigenlijk een soort van uitgerokken beeld krijgt. Maar als je in de juiste point of view ziet, dat je een soort van 3D-effect krijgt of een 3D-illusie. Attention! Oorspronkelijk hebben we eigenlijk het idee van de petit chef gemaakt in de hoop eigenlijk om er een event mee te kunnen doen of enkele events mee te gaan maken. Uiteindelijk is het dan opgepikt of krijgen we dan vragen van restaurants en hotels of het niet als vaste installatie in hun restaurant kan gebracht worden. Omdat blijkbaar vond een restauranthouder het wel interessant dat mensen geanimeerd werden in afwachting dat hun eten werd klaargemaakt of in afwachting dat hun eten op tafel werd gezet. En dat is een beetje een dood moment dat we eigenlijk invullen.